Even later wordt de foyer van Popster opgeschrikt door wel heel hoog bezoek. Prinses Beatrix. Wat is dit voor een populaire muziek? Andere muziek, graag! Oh, ja, natuurlijk. Nee, groot gelijk. Ja, ik hoor hem al. Excuus, neem me niet kwalijk. Sorry. Andere muziek, ja. Majesteit. Ik ben Eva van Heiningen. Ik ben 56 jaar oud. Majesteit. Wat geweldig dat u... Oeh. Wat een eer dat we u hier mogen ontvangen bij Popster. Nou, wat een eer voor mij, meneer Wijkbeens. Nou, dat kan u helemaal niet verwachten hier. Nee, dat snap ik. U komt kijken. Waarom bent u hier? Nou, mag ik u zoenen? Beatrix haalt in mij het arrogante, het toch ook ondeugende omhoog. En dat ze weet dat ze macht over iedereen heeft en dat ze daar ook mee kan spelen. Na 30 jaar ervaring vind ik het heel fijn om dat allemaal te kunnen gebruiken in deze pop, in deze act. Ik wil nu niet ongerust, maar die mevrouw, er zit een mevrouw achter u. Hoort die erbij? Nee, let maar niet op haar. Zij is slechts een illusie. Nou, we zijn ontzettend benieuwd. Straks een koninklijk bezoek. De Popster, dat verwacht je natuurlijk helemaal niet. Nee. Ik wens u heel veel succes. Ja, en mag ik iets verklappen? De heer Lange Frans heeft een rap voor mij geschreven. Die hele lange? Ja, die hele lange. Een rap? Ja. En daar gaan we straks iets van zien? Ja. Kan niet wachten. Koningin aan de rap.